Hi guys, super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Het is echt al heel erg lang geleden dat ik een video heb geüpload. En ik kan ook niet beloven wanneer de volgende komt. Maar ik heb best wel wat reacties gekregen van, oh, wanneer ga je weer een video uploaden? Oh, komen hier weer nieuwe bullet journal video's? Yes! Vandaag een nieuwe bullet journal video. Van de maand september, die alweer super bijna begint. Mijn thema van september is zee. Ik heb eerder het thema zee gehad, maar dit is echt een super andere vibe. En eigenlijk is er ook geen gehele vibe te vinden in deze september. Het is gewoon, elke bladzijde heeft zijn eigen vibe, maar het thema is zee. Want het is gewoon nog zomer in september. Al weten we nooit of het weer het ook toelaat, want soms lijkt het wel herfst of winter. Maar tot nu toe lijkt het erop dat het zomer is. Als je mijn bullet journal video's leuk vindt, abonneer dan hieronder op mijn kanaal en geef een duimpje omhoog. En dan ga ik verder niet te veel lullen. Laten we beginnen met deze video. Ik wilde weer eens wat anders doen met mijn voorblad, dus ik heb dit leuke patroontje gevonden in de flow. Where else? Ik haal echt al mijn plaatjes eigenlijk van de flow. Of ik print ze uit van Pinterest, maar dat kost me iets meer tijd. Vooral nu onze printer het niet meer doet. Dus eigenlijk gebruik ik nu alleen nog maar plaatjes van de flow. Deze heeft leuke parasolletjes. En hij past niet helemaal op één pagina, maar ik vond het eigenlijk wel leuk om nog een randje op de tweede pagina te doen. De name tag op dit plaatje ga ik niet gebruiken. Ik plak hier een stukje roze papier overheen. Uit hetzelfde stukje roze papier knip ik een rondje en eigenlijk een stukje blauw een rondje en een rond plaatje wat ik dus uit de flow heb gevonden. Deze plak ik allemaal bij elkaar met eronder nog een washi tapeje en ik vind het er heel leuk uitzien met die rondjes. Ik doe dit al vaker eigenlijk. Om het wat op te vullen stempel ik hier een maandoverzicht. Dit kost best wel heel wat tijd, maar het ziet er wel echt leuk uit. Dus ik zal het voor jullie ook even doorspoelen. Sorry trouwens dat de kleuren en het licht telkens verandert. De ene keer is het super overbelicht en dan weer een beetje onderbelicht. De zon was erg aanwezig en toen weer niet en zo. Dus ja, het is trouwens nog steeds een beetje leeg, maar ik kon niks meer bedenken. Dus misschien komt er later nog wat bij of het blijft zo. En dan is het gewoon lekker minimalistisch. Hier zie je dat ik op het kaartje september schrijf en ik teken er 3 sterretjes bij. En op het rondje maak ik nog een ander cirkeltje. Dit doe ik ook eigenlijk wel vaker. Vind ik er gewoon heel leuk uitzien. Omdat ik op de volgende pagina een maandoverzichtje heb, ga ik niet nog een heel groot maandoverzicht doen. Ik ga gewoon gelijk door naar mijn sleep, habit en mood tracker. Deze zijn nog steeds hetzelfde zoals alle andere keren. Ik heb mijn lettertype iets veranderd en mensen lachen me soms uit als ik lettertype zeg. Maar ik bedoel, ik kan gewoon verschillende handschriften gebruiken. En mijn eigen handschrift is anders dan dit, dus ik gebruik nu een ander lettertype in mijn handschrift. Om het wat op te vullen plak ik deze washi tapejes van de HEMA. De onderste is lila met zeemerminnetjes, de middelste zijn zilveren glitters en de bovenste is roze met schelpjes. Dit is heel simpel en toch een leuke opvulling. Ik heb die onderste trouwens met een Stanley mesje gesneden dat dit wel goed om de tracker past. Dan is het alweer tijd voor de eerste week van september. Ik had alles al uitgepland eigenlijk voordat ik de video ging maken, zodat ik snel kon filmen. Dat uitdenken duurt namelijk heel erg lang. Maar ik had dus eigenlijk alle plaatjes al klaar liggen en ik had het idee om voor deze een heel rustig, minimalistisch blauw thema te kiezen. Dat heeft natuurlijk ook veel met de zee te maken. Ik doe wel eens met heel veel leuke doodles en zo, maar bij deze wilde ik hem gewoon rustig houden. Verder is dat niet heel erg mijn stijl normaal, maar ik vond het wel leuk om dat een keer te doen. Hier gebruik ik dus ook een ander lettertype voor de dagen van de week. Ik weet ook niet hoe de lettertype heet of zo. Dit is gewoon, ik probeer dus wat anders, laat maar zeggen. Het lijkt er wel een beetje op, maar het is ook anders als je kijkt. Maar nou goed, maakt niet uit. Ik wil hier ook een klein overzichtje van de maand weer maken, dat ik weet in welke week ik zit. Maar ik maakte een foutje, dus je ziet me dat weer oplossen. Vandaar dat ik een stukje papier knip van achter mijn bullet journal. En ik schrijf de quote, "The waves kiss your feet" op het blauwe plaatje. En surprise, surprise, surprise. Deze maand, omdat ik zo lang weg ben geweest, krijgen jullie een bonus van mij. Namelijk een extra week.
Ik wilde deze ook heel graag doen. Ik had hem al helemaal in mijn hoofd met deze kleuren en zo. En deze plaatjes, deze tekeningen zijn gemaakt door Bodil Jane. Een van mijn favoriete illustrators op dit moment. Het is ook het thema zee, maar echt totaal anders dan die volgen. Dus ik vond het wel leuk om het verschil te laten zien. Ik vind het niet heel erg leuk bij elkaar passen. Dus eigenlijk erg ik me daar ook lichtelijk aan dat het dezelfde maand is en hetzelfde thema, maar dat echt totaal niet bij elkaar past. Maar ja, ik wilde dit gewoon ook doen. De lettertypes doe ik hier wel hetzelfde. En ik schrijf naast september dus welke week het is. En aan de zijkant een to-do this week lijstje. En dan denk ik dat ik bij elke dag soort van alleen mijn afspraken zet. Of ook wel to-do dingen. Eigenlijk weet ik nog niet precies helemaal hoe ik dat ga doen. Maar dit is hoe ik hem leuk wilde opvullen. En hier teken ik natuurlijk ook een maandoverzichtje bij. Dan is hij eigenlijk klaar. Al deze plaatjes komen ook van de Flow trouwens. Dan zit het overzicht van mijn bullet journal van september. Ik ben er best wel tevreden over. Ik ben niet alleen uit de YouTube mood, maar ook een beetje uit mijn bullet journal mood. En ik vond het toch wel heel goed gelukt. En ik vind het ook altijd heerlijk om erbij bezig te zijn. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en dat ik jullie heb kunnen inspireren. Heel erg bedankt voor het kijken en tot in de volgende video. Doei!